Nou, ik heb al geschreven een tijdje geleden dat ik een siroop van de SodaStream thuisgestuurd had gekregen. En uiteindelijk heb ik nu ook vorige week het apparaat getest. En dat staat hier voor je. Hier in deze buis zit het zogenaamde gaspatroon. Dat is dus om de bubbeltjes te creëren. Verder zit er twee flessen zaten erbij. En dan de siroop. Je kan natuurlijk de speciale SodaStream siroop gebruiken. Maar volgens mij kan je ook gewoon elk andere siroop die je bij de supermarkt koopt gebruiken. En dat is op zich natuurlijk wel handig. Want misschien dat niet iedereen een SodaStream verkooppunt bij hem of haar om de hoek heeft. Nou, je vult de flessen met water. Het moeten echt deze speciale flessen zijn, want die worden namelijk op het apparaat geschroefd. Tot het aan de vullijn. Ik heb deze al lekker koud gezet, want het is natuurlijk altijd wel lekker dat als je het maakt, dat je het gelijk ook kan drinken. Nou, je schroeft de dop van het apparaat. Van de fles bedoel ik. Dan schroef je de gehele fles op het apparaat. Dat die vast zit. Om een beetje lekkere koolzuurbubbels te krijgen, moet je toch wel een keer of drie drukken. Dus je haalt de hendel over. 1, 2, 3. Dan haal je hem naar je toe. Je draait hem los. En je hebt water met bubbeltjes. Als je nou zegt, nou, ik vind het toch lekkerder om inderdaad een beetje siroop toe te voegen. Dan pak je de siroop. Je meet het even af. In de maatbeker, tenminste dat is de dop in dit geval. Je voegt een beetje van de siroop toe. En nou hou ik van iets meer bubbeltjes in mijn siroop. Dus nu heb ik al bedacht dat ik hem dan gewoon nog een keertje aan het apparaat vastmaak. De fles. En dat ik hem dan toch nog een keertje wat extra bubbeltjes toe voeg. En dan heb ik een overheerlijk ananas grapefruit drankje. Zoals het, ja, ik ben niet zo van de sapjes en de smaakjes. Je kan natuurlijk ook gewoon je eigen spaarrood maken. Dat doe ik met deze fles, zal ik het even nog demonstreren. Nou, ook in dit geval is het weer heel afhankelijk van de hoeveelheid bubbeltjes jij houdt. De SodaStream zegt 3 keer voor een normale bubbel. Maar nogmaals, het kunnen natuurlijk ook gewoon 5 of 7 worden. 2, 3, 4, 5. Ja, nu haal je hem weer los. En je hebt een overheerlijke spa rood. En dat is schoongemaakt van kraanwater. Nou, zoals ik al zei, dit is het hele apparaat. Er zitten geen snoeren aan. Hij werkt gewoon alleen maar met het koolzuurapparaat, dus een fles die erin zit. En aan x aantal keren is deze fles leeg, dus moet je een nieuwe fles bestellen. Het geldt hetzelfde ook voor deze waterflessen. Die zijn echt alleen maar te gebruiken met het apparaat. Dus je kan niet denken van nou, ik ga eens even lekker mijn eigen spa-fles of plastic petfles van de cola gebruiken. Dat werkt niet. Het is echt alleen maar deze fles bij dit apparaat. Ik moet zeggen, we hebben zelf geen kinderen, maar we drinken vrij veel sapjes. Ik ben zelf nogal dol op allerlei aanlinglimonades. En ik vind het wel een hele leuke manier om inderdaad toch een bubbeltje te hebben. Want op een gegeven moment alleen maar water word je ook zo heu van. En zeker als je mensen te eten krijgt. Je zorgt gewoon dat je een x-aantal flessen klaar hebt staan. En je hebt gewoon lekker mineraalwater voorbij de maaltijd. Nou, en zeker als je kinderen hebt en inderdaad dit soort flessen... Met sap, dat gaat natuurlijk hartstikke hard doorheen. Nou is dit toevallig de ananas grapefruit smaak. Maar je hebt bijvoorbeeld ook cola, je hebt ook 7-Up, je hebt gewoon sinaas. En je betaalt voor zo'n verpakking met siroop 4 euro. En dan gaan 10 tot 12 liter uit, afhankelijk van hoe sterk je het maakt. Ja, en volgens mij kan je voor 4 euro toch geen 10 liter cola kopen. Dus ik denk dat het zeker voor mijn kleine kinderen, of kinderen in het algemeen, een heel verwijderige oplossing is. Ja, ik vind het jammer. Ik mag hem niet houden helaas. Hij gaat weer terug. Maar ik heb er echt van genoten de afgelopen week. En ik denk dat ik misschien nog wel ga overwegen om hem te kopen. Zeker ook omdat ik nogal echte sapjesdrinker ben.